Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort. Goeiedag, het is dag 2 van de EK Paardensport in Rotterdam. We zijn los. Alle ploegen zijn gepresenteerd aan de boulevard. Klaar voor de EK springen, dressuur en paradressuur. Voordat een paard de Rotterdam Arena betreedt, moet het eerst gecontroleerd worden op blessures en ziektes. De veterinaire keuring, de vetcheck. En dit is Bella Rose, het favoriete paard van dressuur-amazone Isabell Werth. Goed voor 6 keer goud op verschillende Olympische Spelen en 9 keer goud op de wereldkampioenschappen. Maar Bella Rose oogt wat onrustig en de Duitse favoriete moet alles uit de kast halen om haar te bedwingen. Well, she's is full of energy and very strong-minded also. And usually she behaves very well, but today she was full of energy and enjoying herself. So this was a surprise. Could that be a bad sign? No. Naast Werth heeft Duitsland nog meer topruiters, onder wie deze jongen, Sönke Rothenberger. Pas 24 jaar, dat is jong in de paardensport en nu al de nummer 2 bij de vorige Europese kampioenschappen. En hij spreekt vloeiend Nederlands. Nou, ik ben half Nederlands. Mijn moeder die komt uit Nederland, uit Weert. En mijn vader die komt eigenlijk uit Duitsland, maar die is toen die met mijn moeder trouwde ook voor Nederland gaan rijden. En heeft ook Nederland vertegenwoordigd in Atlanta op de Olympische Spelen en ook in Athene. Maar waarom ga jij dan voor Duitsland? Ja, voor mij was het natuurlijk in het begin de vraag voor welke nationaliteit ik graag wil rijden. Maar het was eigenlijk zo dat ik in de hele jeugdsport ook al voor Duitsland aan de start ging. Want wij gewoon ook in Duitsland wonen, in Frankfurt. Dus was het voor mij dan logisch ook bij de senioren dan ook voor Duitsland te rijden. Om 11:30 betreedt hij dinsdagochtend de arena. Rothenberger rijdt graag in Nederland. Niet alleen omdat het publiek hier de sport goed begrijpt, ook vanwege zijn typisch Nederlandse verslaving. Ik hou wel erg graag van frikandellen en frietjes met mayo. En dat is ook natuurlijk het eerste als wij de grens overrijden, dat we het eerste een snackbar zoeken en dan even een bami-schijf of zoiets. Dus even echt wat Nederlands eten, want dat krijg je bij ons natuurlijk thuis niet. Heb je er al eentje op deze week? Eentje is goed. Nee, ik heb er al een paar op. Dus ja, ik denk, ja, thuis hebben we geen frikandellen, dus probeer ik het hier zo'n beetje mijn batterij op te laaien met frikandellen voor de komende tijd als we terug naar Duitsland gaan. En niet met ketchup? Nee, alleen met mayo of misschien appelmoes, dat kan ook nog, maar geen ketchup. Dit kan echt niet. Je gaat toch geen frikandel met appelmoes eten? Ja, het meeste tijd eet ik het met mayo, maar vaak krijg je ook bij Van der Valk. En op het hotel hadden we het natuurlijk met appelmoes, dus moet ook een beetje appelmoes kunnen. Nou, dit zijn wel goede gesprekken, dit. Ja, echt productief hier. Ja. De kuur van Rothenberger gaat niet helemaal zoals hij had gehoopt. Hij eindigt met een score van 79%. Op dat moment goed voor een tweede plek achter zijn landgenote Dorothee Schneider. En dan moet Isabell Werth nog komen. Hoe dat afloopt, zie je straks. Tijdens de EK komen er allerlei moeilijke termen voorbij en ik kan me voorstellen dat je daar weinig van snapt. Daarom heb ik voor jullie het hippische ABC. De DEF staat voor FEI en dat is een Franse afkorting voor Fédération, opnieuw Fédération Equestrienne Internationaal. En dat is de Internationale Paardensportbond. De G is van groom en dit is de vaste verzorger van het paard. Mijn groom is mijn moeder en die gaat altijd met me mee op wedstrijd ook. Dus die weet precies hoe alles werkt en hoe alles moet. En dat is super fijn voor mij natuurlijk. Het woord groom komt van het Engelse woord grooming. En dat betekent schoonmaken. De H is van hoefsmid en om de 6 weken worden de voeten van de paarden goed verzorgd en nagekeken door de hoefsmid. Dit is een belangrijk onderdeel om je paard fit te houden en zeker als voorbereiding naar de wedstrijd wordt dat altijd nog een keer extra gecontroleerd. Het ruikt niet lekker, nee. Sorry. De I is van Isabell Werth, meervoudig Olympisch, Europees en wereldkampioen en titelverdedigster in de dressuur op het EK Rotterdam. Ze is zo goed omdat ze elke keer weer met verschillende paarden op hoog niveau goed weet te presteren. En ze is nummer 1 op de wereldranglijst. En dit is Isabell Werth. Als een van de laatste ruiters komt ze de ring in. Met dus Bella Rose, het 15-jarige paard dat vol energie zat tijdens de vetcheck. Werth is inmiddels 50 jaar en is de meest succesvolle dressuur-Amazone aller tijden voor Ankie van Gunsve. In de afgelopen 10 jaar reed ze 433 wedstrijden en dit kan haar 200ste overwinning worden. Het goud in de landenwedstrijd kan Duitsland eigenlijk niet meer ontgaan. Maar is Werth ook individueel de beste? Het antwoord is overtuigend ja. Haar score is ruim 85,5%, dik 5% meer dan de nummer 2, Dorothee Schneider. Er staat dus geen maat op Werth en Bella Rose. Bella was really fantastic today. I'm very, very proud. I really could ride her and I could enjoy my competition because she was in the right condition. She was awake, but she was always focused, and especially the canter work. In the past, it was not as calm as today, and so she improved really well there. So I'm very, very happy. De laatste ruiter dinsdagmiddag is Edward Gal, de Nederlander met zijn ervaren paard Glocksonic. De inzet is zilver in de landenwedstrijd. Al kan Oranje ook nog derde of zelfs vierde worden. Zweden staat op dat moment tweede, vlak voor Groot-Brittannië. Bij de Britten zette Charlotte Dujardin een score neer van bijna 82%, maar ze werd uitgesloten omdat na afloop bij haar paard bloed op de linkerflank werd geconstateerd. En dat is verboden. Het biedt dus kansen voor Nederland, dat al 5 jaar lang niet meer op het podium heeft gestaan bij internationale kampioenschappen. Maar dan moet Gal wel een score neerzetten van dik 78%. Dan eindigt Oranje na Duitsland tweede op het EK in eigen land. Tot in de laatste lijn blijft het spannend. Het is kijken, wachten, kijken. En dan is de blijdschap daar. Een record van 78,758%. Nederland over Groot-Brittannië en Zweden heen. Het EK begint dus goed voor Oranje. Kunnen de springruiters het overnemen? Dat zien we woensdag bij de derde dag van EKTV. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort.